Wijkorganen zullen een belangrijke taak krijgen voor de zaken die de wijk ook aangaan. Zoals zorgtaken, zoals soms werk, zoals leefbaarheid, zoals veilige wijken. Dus ik ben er ook voor om ook financiën en bevoegdheden van een centraal orgaan te delegeren naar de wijken. Onze mening is dat nu een kleinere zak met geld gedumpt wordt, zou ik bijna zeggen, bij de gemeentes. Bij de gemeente zitten mensen zoals ik die het er gewoon bij doen. Dus we moeten daar straks heel goed naar kijken hoe we dat oppakken en hoe we dat met name voor de jeugdzorg gaan doen. Onze kinderen zijn toch de toekomst. Er zijn de afgelopen jaren heel veel flaters gemaakt in de inspraak. Dat moet anders. Wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat mensen tijdig betrokken worden bij een nieuw beleid. En dat geluid van de straat echt in de raad terugkomt. Ga dat nou niet weer in de koelkast zetten en vooruit schuiven. En inbreien, want het inbreien in Boksel wordt zo langzamerhand sokken stoppen. Daar komen we niet meer aan ons quotum. Woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U kiest dan welke partij uw belangen de komende jaren gaat behartigen. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk gezamenlijk het beleid voor de gemeente Boksel. In deze uitzending stellen wij de helft van de lijsttrekkers aan u voor. Mijn naam is Dave van der Ven en ik ben beoogd fractievoorzitter voor de komende periode voor de SP. Ik ben 46 jaar en kom oorspronkelijk uit Loon op Zand. De liefde heeft mij naar Boksel gebracht en ik woon hier dan ook al 13 jaar in Boksel. Van beroep ben ik software developer en ik zit bijna 4 jaar voor de SP in de raad. Erik van den Broek, ik ben 42 jaar, geboren en getogen Bokselaar, ben getrouwd, ik heb een dochtertje van 16 jaar. Ik ben van beroep hoofdpersoneel en organisatie bij een groot beveiligingsbedrijf. Ik zit 16 jaar in de gemeenteraad, waarvan de laatste 8 jaar als fractievoorzitter. En in deze verkiezingen ben ik ook wethouderskandidaat voor de SP. Wat is jouw ambitie in de politiek? Nou, we zitten er natuurlijk niet voor onszelf. We zitten er om de stem van de gewone mens te laten horen en op te komen voor de kwetsbare groepen. En wat we voornamelijk willen laten horen is de stem van de mensen in Boksel, want daar ontbreekt het bij nogal aan. Hallo, mijn naam is Jan de Koning, 51 jaar, fractievoorzitter en lijsttrekker voor Inbox, samen in voor Boksel. Ik ben getrouwd met Marion. Ik heb 2 kinderen, Helene Marnix, 16 en 13 jaar oud. Mijn hobby's zijn onder andere president van Openbaar Carnaval en muziek maken, trombone spelen bij de Ducktown Band. Ik werk momenteel in Papendrecht bij Fokker Aerostructures en ik zit daar in de kwaliteitsdienst. Wat is jouw ambitie in de politiek? Nou, mijn ambitie om bij Inbox te gaan was destijds nog natuurlijk de Democratische Partij Boksel-Liemt. Was dat ik graag iets wilde doen voor Boksel en de Bokselaren. Ik woon hier al 51 jaar plus. En ik zie gewoon allerlei dingen gebeuren en vooral ook niet gebeuren. En ik dacht dat ik daar iets aan zou moeten doen. Iets aan zou kunnen doen. En samen met destijds Democratische Partij Boksel-Liemt, nu Inbox. Gaan wij ervoor om Boksel beter en mooier te maken voor Boksel en de Bokselaren. Hallo, ik ben Tossie de Man. Ik ben lijsttrekker van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Op dit ogenblik ben ik wethouder van het sociaal domein, onderwijs, kunst en cultuur, werk wat ik met heel veel plezier en inzet doe. Mijn hobby's zijn koken, lezen en tennissen. Wat is jouw ambitie in de politiek? Mijn ambitie is om als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid GroenLinks de komende 4 jaar de nieuwe taken die op de gemeente afkomen op het gebied van het sociale domein, hè, dus zorg, jeugd en werk, mijn werk te mogen voortzetten zodat Boksel helemaal klaar is voor de nieuwe taken. Mijn naam is Dim van de Vries. Ik ben bij deze gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor VVD Boksel. Ik ben getrouwd met Stefan van de Vries en samen hebben wij 3 dochters. Ze hebben inmiddels een leeftijd bereikt dat ze niet meer thuis wonen en zelfstandig zijn. En sinds korte tijd mag ik me ook oma noemen. Wat is jouw ambitie in de politiek? Ik denk dat de politiek veel prettiger en slagvaardiger kan dan die tot nu toe is geweest en met name de afgelopen bestuursperiode. Ik heb de afgelopen bestuursperiode zitting gehad in de commissie maatschappelijke zaken.
hele interessante commissie, zeker gezien de ontwikkelingen landelijk. Wat mij in de Bokstelse politiek in afgelopen periode op is gevallen, dat in mijn beleving en ik denk in de beleving van veel Bokstelse burgers, er meer oppositie dan coalitie was binnen de coalitie. Het kwam niet saamhorig over. Ik had het gevoel dat men probeerde elkaars vinken af te vangen en iets te weinig oog had voor wat er werkelijk leeft in Bokstel. Lang heb ik gedacht van, nou, die politiek, het zal wel, zoals heel veel burgers. Maar juist door mijn ongenoegen denk ik dat het alleen maar zinnig is om te proberen daar toch een goede bijdrage aan te leveren. Dat is mijn insteek. Waar gaat jullie keuze naar uit? Intergemeentelijke samenwerking of samenvoegen van gemeentes? Op termijn, op de langere termijn, gaat ons keuze uit naar samenvoegen van gemeentes. De Partij van de Arbeid kan daar volstrekt helder in zijn. Wij werken al jaren samen met de meierijgemeentes vooral. Dus dat zijn de gemeentes om ons heen. Bijvoorbeeld op het gebied van de bibliotheek en het MIK werken we al jaren samen. En nu zijn we volop bezig met elkaar om beleid en visie te ontwikkelen en een concrete aanpak op het hele gebied van het sociaal domein. Dus ik denk dat de gemeente, de afzonderlijke gemeentes, voor de complexe taken die nu op ons afkomen, onvoldoende zijn toegerust. En door samen te werken kun je meer expertise van elkaar benutten en inzetten voor deze taken. Dus ik denk dat het echt nodig is op den duur één gemeente te zijn, omdat je dan gewoon ook veel efficiënter kunt werken. Wat onze visie wel is, aan de andere kant, dus als je bestuurlijke taken en ambtelijke taken samenvoegt in één organisatie, dan vinden wij wel dat je aan de andere kant moet decentraliseren naar de wijken. Dus er zal een tegengestelde beweging naast die samenvoeging moeten komen. Voor een deel is er die al. Dus wijkorganen zullen een belangrijke taak krijgen voor de zaken die de wijk ook aangaan. Zoals zorgtaken, zoals soms werk, zoals leefbaarheid, zoals veilige wijken. Dus ik ben er ook voor om ook financiën en bevoegdheden van een centraal orgaan te delegeren naar de wijken. Kiezen jullie voor samenvoegen van de gemeentes of samenwerking met de gemeentes? Nou ja, samenwerken doen we in feite al jarenlang. Wat ons tegenstaat in dit hele proces is dat het proces op dit moment vooral plaatsvindt in achterkamertjes. Er wordt in achterkamertjes gesproken over samenvoeging tot één grote supergemeente. Daar zijn wij niet principieel tegen, alleen wij vinden wel dat de burger betrokken moet worden. Dus wij vinden dat eerst eens aan burgers gevraagd moet worden wat vinden zij. En daarna dient er een besluit te worden genomen over de verdere samenwerking en hoe die vorm moet krijgen. Oké. Intergemeentelijke samenwerking of het samenvoegen van gemeentes? Wij lopen voor beide niet weg. Maar gezien het prille begin waar we nu voor staan, gaat onze voorkeur op dit moment uit naar ambtelijke samenwerking. Je mag dat eigenlijk vergelijken zoals ze op het moment ook in de gezondheidszorg bezig zijn. Ieder zijn specialisme, maar wel een centrale vraagbaak hier in Boksel op het gemeentehuis voor de burger. Dus mensen moeten hier wel binnen hun eigen gemeente terecht kunnen met vragen en aanvragen. Maar het is waanzin om op zo'n korte afstand van elkaar alle specialismen in huis te willen hebben per gemeente. Het zou denk ik wenselijk en per saldo dus ook veel voordeliger zijn als we in ieder geval beginnen met de specialiteiten van de diverse omliggende gemeenten gezamenlijk te gebruiken. En dat kan uiteraard, en daar zijn wij helemaal niet negatief over, maar dat zal de toekomst uit moeten wijzen hoe je dat zinnig kunt aanpakken, kan dat uiteraard naar samenvoeging leiden. Maar in eerste instantie zeggen wij stap voor stap. Intergemeentelijke samenwerking of samenvoegen van gemeentes? In eerste instantie kiezen wij voor intergemeentelijke samenwerking. Het is in deze tijd denk ik niet te verkopen dat je niet gaat samenwerken met andere gemeentes. We zullen onze expertise ook bij andere gemeentes moeten halen. En wij zullen onze eigen expertise vanuit Boksel ook aan andere gemeentes moeten tentoonspreiden. Zeker gezien het feit dat er
grote bezuinigingen aan zitten te komen en al bezig zijn, denk ik dat het voor Boxlok heel goed is om samen te gaan werken. We hoeven dan zelf ook niet meer dure bureaus in te huren bijvoorbeeld. Je kunt dan zeggen van nou, ik heb een probleem, maar bijvoorbeeld in Haren of waar je dan bijvoorbeeld mee samen kunt gaan werken. Hebben ze iemand die daar heel goed in is? Daar kunnen we dan gebruik van maken. Op termijn denken wij als Inbox dat het ook zover zal komen dat er een grote gemeente zal ontstaan waar Boxtel deel van uit zal gaan maken. Ik denk ook dat dat gezien zeker de financiële situatie en de bezuinigingen in Nederland, ja, dat we daar ook niet onderuit kunnen. Hoe het zal gaan is natuurlijk nu nog koffiedik kijken. Wij vinden wel als Inbox dat Boxtel daar een hele belangrijke plaats in moet innemen, omdat wij toch een van de grotere gemeentes binnen de Meierij zijn. En vandaar denk ik dat we ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen en derhalve ook vooraan moeten gaan staan. Dus niet aanpikken aan een bepaald initiatief, maar zeker ook onze eigen speerpunten dan helder maken, dat ze ook helder zijn en dat andere gemeentes daar ook mee zullen kunnen gaan. Als speerpunt hebben jullie staan wonen en verkeer. Wil je dat eens wat meer uitdiepen? Zeker. Wij denken dat er verkeerstechnisch in Boxtel nog grote slagen te maken zijn. Allereerst betreuren wij het en wij zouden alles op alles willen zetten dat de dubbele overweg een fietstunnel zou moeten worden. Wij denken dat dat een ongelooflijke domme keuze is. De suggestie wordt gewekt dat de Baroniestraat daardoor wat autoluwer wordt. Ik denk dat het een illusie is. Als je Boxtelaar bent in hart en nieren, dan ken je precies de weggetjes hoe je er ook kunt komen en dan pak je toch die Baroniestraat weer aan. Mijn voorstel is, maak daar een volwaardige autotunnel van en maak op de Baroniestraat verkeersonvriendelijke maatregelen, zodat het voor veel mensen niet aantrekkelijk is om daar door te gaan. Maar we moeten niet vergeten dat we ook een industrieterrein behoorlijk blokkeren door een weg naar het industrieterrein toe zo druk te maken dat het niet meer aantrekkelijk is voor nieuwe bedrijven om zich daar te vestigen en bovendien voor bestaande bedrijven om daar uit te breiden. En wat ik zeker ook zo belangrijk vind is dat je een woonwijk, Kalksheuvel in dit geval, eigenlijk volledig afsluit van een volwaardige deelname aan het Boxtelse. Ten aanzien van wonen hebben we een geweldige wijk liggen die nog ontwikkeld moet worden. En dan heb ik het over Seelissen. Jaar in jaar uit hebben we het binnen de politiek over een mooi plan op Seelissen. Daar zou wat goeds kunnen komen. Helaas, nou is er eindelijk een particuliere initiatiefnemer die daar iets moois wil maken. Weliswaar met nog wat haken en ogen. Maar ik denk dat het juist de taak is van de politiek om daar met zo'n investeerder naar te kijken, zodat zij kunnen bouwen, werkgelegenheid, wij prachtige woningen. En ga dat nou niet weer in de koelkast zetten en vooruitschuiven en inbreien. Want het inbreien in Boxtel wordt zo langzamerhand sokken stoppen. Jullie hebben als speerpunt eigenlijk een hele mond vol. Een sociaal, groen en bedrijvig Boxtel met kansen voor iedereen. Wil je dat eens wat breder uitleggen? Het belangrijkste is eigenlijk dat wij als partij bereikbaar willen zijn voor de mensen. Willen horen wat er echt leeft in de gemeenschap. En daar in beleid en maatregelen vorm aan willen geven. Dus dan heb je het over schone, veilige en leefbare wijken. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd, ieder mens is een sociaal wezen. Dus ieder mens heeft contacten met andere mensen nodig. En vindt zijn voldoening vaak in een werkomgeving. Dus werk voor iedereen is een tweede belangrijke uitgangspunt. En een derde belangrijke uitgangspunt is bevorderen dat iedereen ook kan deelnemen aan de maatschappij. Dus mensen uitnodigen, je moet denken aan vrijwilligerswerk. Dan maken ze weer onderdeel uit van een groep, ze leveren hun inbreng. Iedereen heeft deskundigheid op een gebied. En dat kan dan ook op andere manieren als door via een betaalde baan ingebracht worden. Dat noemen ze de participatiemaatschappij. He, dus mensen die een uitkering krijgen, vind ik een goed ding dat die ook uitgenodigd worden om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Verplichten zijn we niet voor, maar uitnodigen wel.
En tenslotte, wat we heel belangrijk vinden, is dat de relatie tussen bestuur en bevolking zo goed mogelijk is en zo dicht mogelijk bij elkaar. Dus de initiatieven die nu genomen worden op het gebied van burgerparticipatie, maar die ook genomen moeten worden op het gebied van de democratische controle, dat is een traject wat ik de komende 4 jaar graag mee vorm zal geven. Die zijn heel belangrijk en ik denk dat de gemeente ook niet goed bestuurd kan worden zonder de inbreng van de mensen. Jullie hebben als speerpunt verkeersveiligheid en jeugdzorg. Wil je daar wat meer over vertellen? Jazeker. Met name verkeersveiligheid. Gezien de uitkomst in de raad op het PHS-gebied dat wij gekozen hebben voor de fietstunnel bij de Dubbele Overweg, hebben wij ook aangegeven tijdens deze raadsvergadering dat we als Boksel zeer goed moeten kijken naar hoe we het verkeer afvoeren en aanvoeren richting bijvoorbeeld Ladonk en eromheen. We hebben gezegd de fietstunnel moet er komen om het centrum te ontlasten. Dat staat ook in het GVVP, het vervoersverkeersplan van de gemeente Boksel, vastgesteld al jaren geleden. Dus om dat te volbrengen, denk ik dat we, als we er omheen gaan, hè, om het even simpel te zeggen, met al het verkeer, dat we dan zeker ook moeten kijken van wat gaat er gebeuren in het dorp zelf. Dat wil zeggen dat er waarschijnlijk een toename van verkeer zal zijn op de Noord-Zuidas, hè, de Eindhovenseweg, Brede-Rodeweg. Die wegen zijn ons inziens op dit moment niet voldoende bemeten om al dit verkeer naar en van Ladonk en waar het ook naartoe gaat aan en af te voeren. Dus wij zullen ons zeker hard gaan maken om die wegen zo veilig mogelijk te maken. Daarnaast de jeugdzorg. Jeugdzorg gaat nu in de transitie. Dus we krijgen van het Rijk straks een zak geld. En de gemeentes moeten het zelf uit gaan zoeken. Baart ons ernstig zorgen, omdat onze mening is bijvoorbeeld, in Den Haag zit men met 150 professionals. 150 professionals met een grote zak met geld mogen uitmaken wat er voor jeugdzorg gaat gebeuren. Het is natuurlijk ook niet helemaal 100% goed gegaan allemaal de laatste jaren, maar van de andere kant mag je van 150 professionals met een grote zak met geld verwachten dat er iets goeds uitkomt. Onze mening is dat nu een kleinere zak met geld gedumpt wordt, zou ik bijna zeggen, bij de gemeentes. Bij de gemeentes zitten mensen zoals ik die het er gewoon bij doen. Dus we moeten daar straks heel goed naar kijken hoe we dat oppakken en hoe we dat met name voor de jeugdzorg gaan doen. Onze kinderen zijn toch de toekomst. En als dit niet goed opgepakt wordt, dan hebben we straks een heel groot probleem. Want dan zitten we met mensen die het als goed willen gaan doen om daar de jeugdzorg op te pakken. Terwijl we feitelijk eigenlijk niet goed onderlegd zijn. Dus ik denk, we hebben hier een bureau jeugdzorg, we hebben HALT, we hebben... Laten we die mensen in ieder geval als ook professionals erbij betrekken, zodat we als gemeente met die zak met geld die we straks krijgen, die veel kleiner is als nu, maar toch voor onze jeugd iets goed kunnen gaan doen. Speerpunt van de SP is 100% sociaal. Wil je dat dus wat nader uitleggen? Ja, natuurlijk. Dat betekent sociaal beleid voor de kwetsbare groepen, voor de chronische zieken, voor de gehandicapten en voor de ouderen. En met name ook gericht op armoedebeleid en vooral kinderen in armoede dat betreft. En de inspraak moet veel en veel beter. De afgelopen tijd is dat veel te weinig gebeurd en we vinden dat de burgers veel meer moeten betrokken worden met plannen en beleid van de gemeente. En we willen ook een aantrekkelijk centrum. En dat betekent onder andere een autoluwemarkt, maar zeker niet parkeren op de pastorietuin. En we willen ook meer betaalbare huur- en koopwoningen. En vooral sociale huurwoningen willen we de komende periode zeker een 400 bij. Want de wachtlijsten zijn tenslotte veel te lang. En tenslotte meer aandacht voor natuur en milieu. Geen schaliegas, een aantrekkelijk buitengebied en meer groen in de wijk. Wil je in het kort, bij voorkeur maximaal 30 seconden, vertellen waarom dat de kiezer op jullie partij moet stemmen? Inbox is een oude partij met nieuwe elan. Wij zijn een samenvoeging van de Democratische Partij Boksel Liemde en Boksel Belang. Al meer dan 40 jaar lang een stabiele factor in de gemeenteraad. Op allerlei gebieden hebben wij onze sporen reeds verdiend. Met name op gebied van verkeersveiligheid, wat ik net al zei. Ook zeer belangrijk voor Liemde en Lennersheuvel met name. Door onze langdurige vertegenwoordiging in de gemeenteraad hebben wij ons al jaren hard kunnen maken voor jeugd, ouderen en zwakkeren in de samenleving.
Wij denken dat wij lef tonen door met twee partijen samen Inbox te vormen en samen in te gaan voor Boksel. VVD Boksel kijkt uit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Een nieuwe bestuurlijke periode waarvan we hopen dat we met een slagvaardig bestuur aan de gang kunnen. Een bestuur met visie. Wij staan klaar met een fantastisch team mensen. Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd bij ons. Wij hebben ervaren mensen zitten met goede dossierkennis. Maar we hebben ook een aantal frisse nieuwelingen met een verrassende kijk op de politieke agenda binnen Boksel. Ik ben er ontzettend trots op om met dit team aan de slag te kunnen gaan. Wij denken dat VVD Boksel weer op de kaart staat. Wij maken het verschil. Geef ons die kans. Wij zullen u niet teleurstellen. Dank u wel. We gaan voor een sociaal Boksel. Dat betekent dat we aandacht willen besteden aan kwetsbare groepen en mensen met een laag inkomen. Voor een sociaal Boksel is een sterke SP nodig. Dus we hopen dat veel mensen op ons zullen stemmen. Wat daarnaast een heel belangrijk punt is dat er echt naar mensen wordt geluisterd. Er zijn de afgelopen jaren heel veel flaters gemaakt in de inspraak. Dat moet anders. Wij zullen in ieder geval ervoor zorgen dat mensen tijdig betrokken worden bij een nieuw beleid. En dat het geluid van de straat echt in de raad terugkomt. Kiezer, het is verstandig om op 19 maart op de Partij van de Arbeid GroenLinks te gaan stemmen. Wij zijn een partij met een lange staat van dienst in de gemeenteraad en in het gemeentelijk bestuur. Wij zijn een dynamische, progressieve partij en wij willen weten wat er onder de mensen leeft. En dat is ons uitgangspunt om vorm te geven in de partij. Wij hebben hart voor Boksel. Heeft u hart voor ons? Zo hebt u nader kennis kunnen maken met de opvatting van 4 van de 8 partijen. In een andere uitzending ziet u de andere 4 partijen. U gaat toch wel stemmen op 19 maart?